De dagpauwoog, de kleine vos en de atalanta. Deze vlinders zijn in de zomerperiode heel zichtbaar en actief in onze natuur. Volgens de Vlinderstichting zijn er de afgelopen week veel meer geteld dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de deskundigen komt dit door het vochtige voorjaar en het zonnige, warme weer van dit moment. Het noordwestelijk deel van het stadspark is daarom nu een waar vlinderparadijs. En daar gingen wij vandaag heen om vlinders te spotten. Er zijn heel veel koolwitjes, dagpauwogen, bontzandoogjes, atalanta's, landkaartjes, kleine vos, eikenpaasje komt hier ook wel voor, maar die zie je bijna nooit. En dit is ja, eigenlijk op dit moment wel een beetje een vlinderparadijs, hè? Het is genoeg te eten hier voor vlinders, ja. Dit is de periode om nectar te verzamelen, om zo genoeg reserves op te bouwen om eieren te kunnen leggen. Hoe vaak vlinders dit doen, verschilt per soort. Ja, de oranje tipjes heb je hier bijvoorbeeld ook. Die hebben maar één generatie per jaar. En dat is een beetje in het late voorjaar. En dan gaan ze eitjes leggen en daarna zie je ze gewoon de rest van het jaar niet meer. En andere vlinders die hebben meerdere generaties. En alles vliegt hier een beetje door elkaar? Er vliegt van alles. De planten en dieren in dit deel van het park zijn volledig inheems. Deze zogeheten heemtuin wordt volledig beheerd door vrijwilligers die er het hele jaar druk mee zijn. In deze tijd is het vooral maaien en bieden. En in de winter is het meer het snoeiwerk en de bramen terugdringen. Dit deel van het stadspark is een mooi stukje groen. Maar het meest bijzonder, zo midden in de stad, is... De rust. Je merkt weinig van de drukte van de stad. Ja, dit is echt een paradijsje. Ik hoor eigenlijk helemaal geen verkeer of auto's. En dat zo dicht eigenlijk in de stad. Dat is wel bijzonder, hè? Ja.